Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video op het Speel met mij kanaal. En we hebben vandaag weer iets nieuws. Een beetje gek speelgoed. En dit is van Funny Toy, als ik dat goed gezien heb. Dit is een toilet. Ja, een supernatural clothes tool. Oké. En zou er iemand al op gezeten hebben? Ik weet het niet, maar ik was het in ieder geval niet. Misschien was een van jullie het, ik weet het niet zo goed. Wat zit daar nou in? En er komt ook water uit. Oké, we gaan dat eens uit de verpakking halen. Deze toilet. Oké, en als je hem dan openmaakt, dan zie je daar wat poep in liggen. En kijk, als je dit openmaakt, dan komt er zo water uit. Ik vraag me nu vooral af, wie heeft dat gedaan? Wie heeft er op dit toilet gezeten? En kijk, het is natuurlijk best wel grappig, zo'n leuk idee in ieder geval. Dan wil je heel graag weten wat erin zit, dus dan doe je de klep open. En daarna dan komt er ineens water uitgespoten. Je kan trouwens ook nog wat anders erin doen dan water, zit ik me nu net te bedenken. Misschien wel appelsap? Dan lijkt het misschien wel een beetje op plas. En ik denk dat je ook wel het klepje heel snel weer dicht doet, zodra je door hebt dat er iets uitkomt. Ik denk dat ik eens wat water erin ga doen. Oké, water heb ik erin gedaan, maar op de een of andere manier komt hier niks uit. Het water komt er ook gewoon weer uit aan de andere kant, waar het er vooral niet uit moet komen. Ik zit nu te denken, misschien is het een slangetje, misschien moet je ergens anders op drukken. Maar nee. Ik zie geen mogelijkheid. Nee, dit werkt op de een of andere manier niet helemaal. Maar toch nog de vraag, wie heeft dit gedaan? Wie heeft er op de wc gezeten? Ik geloof dat er amper nog water in zit. Misschien was dat ook wel het probleem. Maar ik dacht, het moet wel genoeg zijn, want er past ook helemaal niet zoveel in. Toch vind ik dit wel een grappig idee. Ik zal toch nog eens een keertje proberen om er water in te doen. Maar dit keer werkt het niet helemaal. Ik heb het wel gedaan zoals het zou moeten. Alleen op de een of andere manier komt er geen water uit. Ja, jammer. Het lijkt me toch ook zo wat om het kapot te maken, maar... Nee. Ik geloof dat verder alles wel in orde is, dus ik weet niet zo goed waar het aan ligt. Maar ja, dan laten we het hier maar bij. Wat vinden jullie ervan? Laat het maar weten in de reacties. Als je het leuk vond, geef dan ook een duimpje omhoog. Normaal gesproken zou er water uit moeten komen, nu niet. Toch wel grappig. Als je het leuk vond, geef dan dus een duimpje omhoog. Abonneer je op het kanaal en tot de volgende keer. Doei!